zijn in Kaatsheuvel. We hebben een huis gehuurd. Danique komt, Max komt. En deze twee pannenkoeken en we gaan lekker met z'n allen chillen. Dat was mijn... Hou nou op! Ik kan het ook niet doen. Een hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren. Welkom terug bij de vlog. We zitten bij Marijn in haar dikke waggy. En we hebben een huis. En we rijden hier nu ergens op een camping in... ik denk niet dat het hier is. Ik denk het ook niet. We zijn in Kaatsheuvel. We hebben een huis gehuurd. Danique komt, Max komt. En deze twee pannenkoeken. We gaan lekker met z'n allen chillen. Gezellig, hè? Ik ben gezellig. Lekker chillen. Maar Marijn moet eerst even niet alle auto's kapot maken hier. Nee, joh, moeten we niet gewoon hier parkeren? Ja, helemaal goed ingeparkeerd. Ja, maar je moet hier niet parkeren. Er zou een heel mooi huis geboekt moeten zijn. Maar dit zijn echt een soort van staakervens. We hadden gewoon een full-size huis geboekt volgens mij, toch? Ja, dikke villa. Dit is heel gek. Maar Max, jij hebt al gekeken. Het is helemaal kut, hè? Ja, het is niet best. Het is niet best. Wat we geboekt hebben, nee. Het is niet wel... Voorbereid. Het is trouwens nog niet aan. Die heb ik net aangezet. Echt? Er stond op dat ding dat het water nu 17 graden is. Oh, dat is dus niet heel lekker, denk ik. Dat is tering koud. En er stond ook in dat die 2 graden per anderhalf uur warmer wordt. Dus als jij hem 38, als je hem 38 graden wil hebben, dan is dat 20, denk ik een uurtje of 11 of zo. Ja, op zich is hij morgen warm. Maar ik wil er nu in. Ja, ik wil er ook niet in. Is dit onze osso? Ja. Het lijkt op de foto alsof het vrijstaand is en het zit echt tussen allemaal staakervens. Zie je die serie Undercover? Ja, daar lijkt het op. Wij zijn Ferry. Wij zijn Ferry. Wij zijn Ferry hard genaaid met dit boeken, bedoel. Ja. Nou, dat ziet er toch best wel heel mooi uit. Ja, het is echt fucking netjes. Oh, het lampje is aangezet voor jullie. Ik vind het heel gezellig. Wat loop je aan te zeiken? Ik vind het heel mooi. Waarom heb je 2 flessen wijn in je handen? Ja, dit moet ook mee. Deze moet je voor je vasthouden. Deze moet ook mee. Waarom is die half leeg? Omdat jij het hebt opgedronken in de auto, want ik was aan het rijden. Daarom reed je op het einde een beetje zo. Wow. Nee, ik vind het heel leuk. Wow, wat kijk een balken, joh. Kijk hoe mooi. Het is wel het is oprecht heel erg mooi. Ik heb gemaakt, dus zijn we wel blijer. Marijn. En een trampoline. Het zwembad is al 40 graden. Echt? Ja. Lekker ouwe. Oh, nou dan kunnen we hier even. Kijk, dan doe je hier het lijntje en dan heb je een kookeiland. Nou, ik vind het best wel heel leuk. Hopelijk kijkt je moeder niet mee. Nee. Ik ben vandaag weer even naar het ziekenhuis geweest. En in het ziekenhuis zeiden ze van ja, het is niet goed, maar je hoeft niet een operatie, dus dat is fijn. Ik ben voor second opinion geweest in een ander ziekenhuis. Alleen ik ga wel een MRI-scan doen. Zo, dit is Marijn's kamer. Marijn moet de was elke dag doen. Nou, dank je. Ik hoorde net van Max dat dit hangrek ook? Ja. Nee. Hoe lang zijn we binnen? Wat heb jij al? Voor jou heb ik een wijntje ingeschonken. Ze staat hier, ruikt mij niet. Kijk, zo zit staat Marijn. Ja. Ik heb een heel eind gekregen. Je buiten ook gek. Wat mooi. Oh. Nou, ben jij voor mij even zat op de trampoline? Even zat dat je nou. Ik ga wel via binnen filmen, want ik heb geen schoenen aan en ik heb geen zin om mijn schoenen aan te trekken. We hebben een exit trampoline. Dat zijn een van de slechtste trampolines die je kan hebben. Maar weet je, het idee is leuk en daar gaat het om. Oh, hij is nat en heel slecht. Oh, ze kan het wel. Hoppakee. Lekker hoor. Doe de deur dicht, doe de deur dicht. Snel. Of zit hij al dicht? Nee. Haal niet meer, haal niet meer. Klootzak. Klootzak. Ik ben zeg maar dat kind die dan super hyper is als hij er is. Oké, nu moet ik echt kappen. Stop met filmen. Als zij gereden had ik gedacht dat ze al dronken was. Ja. Ze heeft gereden. Ik dacht toen ook dat ze dronken was. Oh, soms ging het een beetje alleen. Niet waar. Ik heb echt super goed gereden. Ja. Voor het eerst in mijn leven zo goed. En jij geeft voor het eerst in mijn leven een normale high five. Als we met dit groepje zijn, is er alcohol. Ja, Marijn. Oh, ja. Dat komt door Marijn. Ja. Nou, omdat... waarom nou weer? Wie had de flessen meegenomen? Ik heb die flessen van jou gekregen. We kunnen ook water nemen. Nee, maar... Nee. Ja, maar weet je wat het is? Als wij een gezelschap zijn, is het gewoon heel erg leuk om even een wijntje te drinken. En gezellig. Meestal een spelletje spelen is nog leuker. En een drankspelletje spelen is nog leuker als je bovenaf bent. Het is toch en leuk? En dan escaleert het. Ja. Dan gaat het heel snel fout. Ik ben echt. Maar jullie wisten wel af. De ene dag ben jij, dan ben jij dat dit te ver gaat, dan ben jij dat te ver. Maar vandaag ga jij te ver. Ja.
En we willen gewoon ook allemaal alcohol, zodat we ook gewoon jou kunnen uitstaan. Precies, dat het ook nog een keer gezellig wordt met jou. Ja. Oh nee. Ah, sorry. Ik kan ook wel gewoon gaan, niet rijdend, wel lopen. Oké, we gaan beginnen met dobbelen. Ja, okay. Maar het is heel spannend, hè, want niemand weet wanneer de drop komt. Dat is echt spannend. Oké, ik zal even uitleggen wat voor spel ze nu precies spelen. Dit is een drankspelletje, ze hebben dobbelstenen en ze proberen een 1 of een 6 te gooien. Want als je een 1 gooit, mag je de dobbelsteen naar links schuiven. En als je een 6 gooit, mag je de dobbelsteen naar rechts schuiven. Ze hebben een nummer op staan. En als de drop komt, dan mag je niet meer gooien. Dan stopt iedereen met gooien. En dan kijken hoeveel dobbelstenen je voor je hebt liggen. En hoeveel dobbelstenen je voor je hebt liggen. Zoveel slokken moet je dan nemen. 6! 6! Hoi! Ja! Gas! Nou, kijk hoe lekker het gaat. 2, oké. Hij komt! Max, lekker. Oh, kom. Hé, hier is voor jou. Dit is voor jou. Jezus! Ja, van jou, hoppakee, weg! Nee, Boas! Jezus, waar liggen ze nu allemaal? Dit is wel oprecht, dit is echt wel... Maar die drop duurt lang, ouwe. Ja, je wordt helemaal zenuwachtig. Ik ben 7. Ik heb nu ineens al die dobbelstenen, ja, wat bij is mij dit? Gaat het best goed, hoor. Nee, ja. Oh, hij komt! Nee, Jezus! Komt, zeg je nou! De lieve goede zin. Schudden, jongens, schudden! Vriend van... What the fuck? Wanneer komt die drop? Oh my god! Ah, hij komt echt nu! De lieve goede. Nee! Hier! Oh, ik ben sorry! Ik heb het nog even niet gezien. Hier, als je nog even twee. Yes, ik heb niks meer! Wacht, ik gooi een 6 voor je. Ik gooi een 6 voor je. Hij gaat komen! Nee. Ja! Nee, helemaal niet! What the fuck? Shit! Ik ben niet meer weg. Oh, wow, dit is echt best wel spannend. Jezus! Dan denk je dat het drop er al bijna is. Oké, okay, ik kan het. Oh my god, ik kan yes. Ik kan dit. Ja! Oh, okay, oh my god. Jezus! Ja. Ja, dat was hem! Nee! Oh, hoeveel hadden jullie er? Ik heb er 1. Ik heb er 2. Zo, maar dit was gewoon 5 minuten, hè? Maar op een gegeven moment krijg je zoveel dobbelstenen en heb je het niet meer door, dan moet je alles gooien. Ik had weer de meeste, ik had de hele tijd geen dobbelstenen. Maar dat is het, je kan gewoon in 1 seconde opeens pakt zijn. Je hartslag is hoger dan normaal. Ja, dat is zo spannend, maar er gebeurt echt vrij weinig. Maar eigenlijk moet je gewoon liedjes doen die we kennen, want dan kan je namelijk aftellen en dan ga je echt ja, zwaar. Dan, ja. Als je alcohol bij dit nummer op hebt, dan duurt het nog langer en dan is het nog grappiger. Want dan heb je het maar Marijn, was het voor jou leuker dan? Want jij drinkt de hele dag door, dus... Dat is niet waar! Echt niet! We gaan met z'n jacuzzi van het even tegen hoor. Kijk wat ik kan! Oh. Nee, dan moet je blurren. Wat? Hey, niet mij spanken met je koude handdoek, bro! Doe maar eentje. Doe maar eentje op mijn been. Oh, ik was bang, wacht. Ah, ik was weer bang, sorry. Oeh! Dat is niet heel goed, maar was wel lekker op de billen. Dat was mijn... Oh, zo, doe je dat vanavond weer even? Ja. Peggy 18. Hou dan op! Ah! Hou op! Dit is echt niet eerlijk. Als het donker is, dan denk ik altijd dat er misschien random zombies kunnen komen of zo. Nee. Ik was te zorgen dat de speeks uit mijn mond. Het zit ook hier. Waar is dat? Wat is dat? Hou op! Jongen, ik trap je. En ik heb op de water gezeten. Dan niet, niemand is bang voor jou. Zo. Ik heb gehandicapte karate gezeten, volgens mij niet. Ik heb zwarte band. Maar ik heb een zwarte riem, maar dat is bijna hetzelfde. Nee, of ik doe het niet. Ik kan het ook niet doen. Dan zijn we. Kom, blijf maar gewoon een rietje. Nu kan ik niet mee naar de Efteling. Oh, wat jammer nou. Nee, niet doen! Ja!
Ik ben geen zombies. Ik ga mijn bikini aandoen, dus niet laten schrikken. Dat was content. Jongen! Ik heb een warmte op voor jullie. Hoe zal ik? Schijtje. Nee, Paul! Kan hier ook niet weg. Ja. Gooi hem van de bak om. Gooi hem eraf. Nee, Paul! Jezus! Nee. Nee! Helen! Nou, jongens, wat een fuck! Nee, wat heeft dit zo? Oké. Zo, ik schiet te stinken vandaag al. Ja. Ja. Hoi. Wat pak ik allemaal fruit? Ik ben zo geïnteresseerd gewoon. Oh, je ruikt echt naakt zo. Ja, ik heb het koud. Ga even voor de tip. Dat is goed voor de tip. Ja, jongen, even fuse pakken, of niet? Ja. Ja, joh. Ja, en is het allemaal nep, zo'n bikini. Ja. Maar we gaan bikini werkt vast ook altijd. Snel, we gaan lekker in de jacuzzi. Hey, schatjes. Jongen, echt. Danica reed vol in beeld. Die blurren we wel eventjes. Die blurren we. Oh, lekker. Nou, ik vind het wel heel lekker eigenlijk. Oh, genieten we. Wel lekker dit. Oh, hier had ik echt even zin in. Ik ook. Zullen we deze week met z'n allen een keer een dag lang in de jacuzzi zitten? Okay. Ik denk dat ik dat wel volhouden eigenlijk. Ik wou eerst zeggen wat een dom idee, maar ik... Of s'avonds, wie het langste erin blijft. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, wie is niet slapen. Ik ben laatst 4,5 uur in de jacuzzi geweest. Ja, maar dan moet je tot morgenochtend 6 uur erin blijven. Wie het langste blijft, wint 500 euro. Ja, we gaan nu vandaag. Nee. Bimbo. Nee, niet nu, doen we gewoon deze week. Ja, wil je dat doen? Deal. Helemaal fun. En luister, dit is mijn levensmissie nu, hè? Breng. Die 500 euro is mijn levensmissie. Nee, jullie krijgen helemaal niks. Je mag ook niet plassen, hè? Dus dan moet ik in de bad. Dat is toch weer minder. Maar moet je gewoon zorgen dat je als eerste plassen, want dan heb je territorium gemarkeerd. Je kan ook uithangen. Ja, maar ik denk als ik in het water zit, dan hoef ik niet te plassen. En zo wel, dan zeg ik gewoon niks. Het is toch wel warm. Zie je opeens zo'n hele blauwe vlek zitten van die vloeistof in. Ja, maar dan zeg ik gewoon... Ik ben zo. Verkeerde knop. Ik heb zo immers gezien. Wat is dit ook voor optie? Is dit Satisfyer 5? Als je, zeg maar, net als je net in het zwembad hebt gekakt, kan je zo gaan zitten. En dan wordt iets van. Wacht, in het zwembad hebt gekakt. Oké, goed. Het is 12 uur. Wij gaan lekker slapen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, doe daarmee een subscribe beneden. En morgen hebben we eigenlijk nog geen plan. Maar we zijn hier wel met Max. We moeten voor morgen echt even wat leuks verzinnen. We moeten voor morgen even wat leuks verzinnen. Ja. Maar wat hè? We kunnen naar de Efteling. Dat is morgen slecht weer. Ja, tweede week. Marijn is de hele dag weg, dus misschien een beetje zonde om dat morgen te doen. Wat kunnen we best zonder Marijn doen? We gaan morgen naar de Efteling. Kom maar weer. Als iemand in mijn zak voelt. Maar er zitten zakken mee. Wil je ook in mijn zak voelen? Nee. Oh, mijn broekzak bedoel ik. Okay. Ja, wil je voelen? Nee. Zou ik niet doen, want hij ligt naar links.